De ideale cultuurbijlage moet mij warm maken voor iets dat ik nog niet kende, iets waar ik zelf niet opkwam, maar niet mag missen. Ze moet het enthousiasme genereren om iets nieuws te ontdekken. Een ideale cultuurbijlage is onlosmakelijk verbonden met ideale journalisten. Het heeft weinig zin artistieke producten te laten recenseren door mensen die het oeuvre van de betreffende artiest niet hebben gevolgd of er geen voeling mee hebben. Laat boeken, toneelstukken, films en muziekoptredens daarom over aan mensen met een specifieke oeuvrekennis en zorg ervoor dat zij onder comfortabele omstandigheden kunnen werken. Dat is graag een eigenlijk normaal.